Voor de meeste mensen zal het caching mechanisme wat standaard in Joomla zit prima werken. Heb je een meer geavanceerd caching systeem nodig, dan zou je eens naar de Jotcache extensie kunnen kijken. Ik heb die extensie geïnstalleerd in deze Joomla website en wanneer je dat doet, Jotcache installeren, dan krijg je een plugin en een component. Nou, ik zal eerst naar die Jotcache plugin gaan kijken. Dus ik ga naar extensies en dan naar plugins en in mijn pluginbeheerscherm zoek ik even op cache. En je ziet dat de Jotcache plugin inderdaad aanwezig is. Nou, als ik Jotcache wil gaan gebruiken in plaats van de standaard Joomla cache, dan moet ik de Joomla systeemcache plugin uitzetten. Dus de systeempagina cache plugin moet ik dan uitzetten. Ik doe dat en ik zet vervolgens de Jotcache plugin aan. En waarschijnlijk hoef je niks te wijzigen in deze plugin, maar laten we toch eens gaan kijken naar de instellingen die mogelijk zijn binnen deze Jotcache plugin. Dus ik zal deze plugin gaan openen. En dan gaan we eerst eens kijken naar de instellingen op de tab Plugin. Nou, je ziet de eerste instelling is de cache levensduur, de cache lifetime in minuten. En die staat op 15. Nou, dat is hetzelfde als bij de Joomla cache plugin. Maar je kunt met Jotcache ook voor specifieke pagina's een andere levensduur instellen. En stel je voor dat je voor bepaalde pagina's een kortere cache levensduur wilt hebben, of juist een langere. Dan kun je het regelen met Jotcache. Dan moet je deze optie extra cache lifetimes aanzetten. Wanneer het hier in de plugin aanzet, dan zie je in de plugin niks veranderen. Alleen wanneer je het aanzet, dan komt er in de Jotcache component een extra optie bij waarin je dus die specifieke levensduren voor specifieke pagina's kunt instellen. Nou, laat ik deze eens op ja zetten en dan gaan we dadelijk in het component kijken hoe dat precies eruit ziet. Met de optie Cache Auto Clean kun je automatisch verwijderen van verlopen cachebestanden instellen. En als je gebruik maakt van caching en er wordt een cachebestand aangemaakt, dan heeft zo'n cachebestand een levensduur van 15 minuten. Maar na die 15 minuten wordt dat cachebestand niet verwijderd, maar wordt die aangemerkt als verlopen. En je kunt je voorstellen bij een website waar caching op aanstaat en al die cachebestanden die verlopen na verloop van tijd en dat worden dan verlopen cachebestanden, dat het op een gegeven moment een behoorlijke hoop verlopen cachebestanden kan worden. Daarom is het misschien handig om die auto-clean optie aan te zetten. En wanneer je hier een getal invult, dan is dat het aantal minuten waarna de verlopen cache verwijderd zal worden. Als ik deze op 60 instel, dan betekent dat na 60 minuten de verlopen cache verwijderd wordt. En daarna weer na 60 minuten, dus elke uur wordt dan de verlopen cache geleegd. Bij auto-clean modus kun je aangeven of dat fast, medium of slow moet zijn. Nou, bij fast, dat is prima voor kleine of middelgrote websites. Maar je kunt je ook voorstellen, als je een grote website hebt en daar pas je caching op toe, dat je heel veel verlopen cachebestanden hebt. Dus behoorlijk wat MB's of misschien wel gigabytes bij hele grote websites aan verlopen cachebestanden. En dan is de optie fast niet goed. Dan zul je misschien beter slow of medium kunnen gebruiken. Dus heb je een hele grote website, dan moet je daar eens mee experimenteren. Maar voor een redelijk normale website, dus een niet zo grote website, is de auto-clean mode fast prima. Met de optie clean log kun je logbestanden automatisch verwijderen. Bij de optie domain filter kun je aangeven welke domeinen meegenomen moeten worden bij het cachen. Dus welke domeinen gecached moeten worden. En dat gaat dus om domeinen en subdomeinen. Ik heb hier mijn testwebsite op mijn domein muziektools.nl staan. Nou, stel je voor dat ik het hoofddomein muziektools.nl had en daarnaast twee subdomeinen. Sub1.muziektools.nl en sub2.muziektools.nl. En ik zou alleen mijn hoofddomein en sub1.muziektools.nl gecached willen hebben en sub2.muziektools.nl niet, dan kan ik mijn hoofddomein plus het eerste subdomein hier bij het domeinfilter invullen, gescheiden van elkaar van een komma. Dus ik vul dan in http://muziektools.nl, dan een komma en dan mijn sub of http://sub1.muziektools.nl. Kijk, op deze manier wordt dus alleen muziektools.nl en sub1.muziektools.nl gecached. Mijn tweede subdomein, sub2.muziektools.nl, wordt dan niet gecached, want die staat hier niet bij. Laat ik dit veld leeg, domeinfilter, dan worden al mijn domeinen, dus mijn hoofddomein en al mijn subdomeinen, worden meegenomen in de caching en worden dus gecached. Met URL cache selection, exclude of include en daaronder de global URL exclusion, kun je bepaalde pagina's uitsluiten van het cachen. Alleen je hebt het ook in het component mogelijkheden tot het uitsluiten van specifieke pagina's of URL's en je kunt het beter daar gebruiken en je kunt beter deze optie niet gebruiken.
Oké, ik zal even dit opslaan en dan gaan we naar de volgende tab, naar de tab Cache Operation Modus. En hier kun je voor desktops, tablets en smartphones specifieke cache modi aanzetten. Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik wil dat voor desktops cache uitgeschakeld wordt. Dan zet je desktops op excluded. Je kunt ook zeggen, nou, als je voor smartphones een ander soort caching wilt hebben, omdat je bijvoorbeeld een andere weergave hebt voor smartphones van je website, dan zou je phones op individual kunnen zetten. Dan wordt er dus voor de smartphones een specifiek cachebestand aangemaakt, wat anders is dan de reguliere caching. Dus anders dan de common caching. Je kunt dus per device groep kun je aangeven hoe er gecached moet worden. Dus niet, hè, dan exclude je standaard of specifiek voor dat apparaatgroep. Je kunt caching uitzetten voor bots. En als een Google bot jouw website indexeert, dan wil je misschien die Google bot wel de meest verse versie van je pagina laten zien. En dan kun je beste de niet gecached variant van jouw pagina laten zien. Dus dan zou je bij bots exclude dit op ja kunnen zetten. Ik laat het niet op nee staan, maar die keuze is uiteraard geheel aan jou. Met de laatste optie kun je aangeven hoe je de debug logging van het caching wilt hebben. Op de tab Cache Storage kun je aangeven hoe de cachebestand opgeslagen moet worden. Nou, ik heb nu alleen keuze uit het opslaan als cache in een bestand. Maar stel je voor dat jouw webserver waarop je website gehost wordt ook memcaching functies heeft. Dan zou je hier ook memcaching functies zien. Heb je dat, memcaching functies, dat is heel mooi. Dan kan het caching nog een stuk beter en sneller mee gaan. Let dan wel heel goed op dat je het goed instelt. En als je daar een fout in maakt en je slaat het op, dan is jouw website niet meer te bereiken. Zowel aan de backend als aan de frontend niet. En dan moet je dus eerst de JotCache plugin via phpMyAdmin, dus via de database, uitzetten. Dus daar is wat voorzichtigheid geboden. Nou, op de tab geavanceerd vind je nog wat browser caching parameters. Nou, ik ga via dit cache systeem geen browser caching aanzetten. Dat zou ik liever via mijn htaccess doen. Deze optie is wel mooi. Refresh page after edit. Stel je voor dat een aantal mensen aan de frontend van je website artikelen of andere zaken kunnen bewerken. Dan kun je het zo instellen dat wanneer ze het opslaan, dat dan meteen de cache geleeg wordt en dat de vernieuwde pagina dan getoond wordt. En als je normaal caching hebt aanstaan en iemand wijzigt op je site, bijvoorbeeld op de frontend, en iemand slaat het op, dan duurt het nog een poosje voordat die wijziging daadwerkelijk zichtbaar wordt, omdat eerst het betreffende cachebestand moet verlopen. Nou, met deze edit page invalidate op ja, dan zorg je ervoor dat dat cachebestand meteen verwijderd wordt en dat je frontend bewerkers zeg maar meteen hun wijziging kunnen zien. Met de optie exclude URLs with query strings kun je aangeven of URLs waar een query string, en dat is eigenlijk een URL met een vraagteken erin, of die uitgesloten moeten worden van caching. Nou, bij cookie split en met session variable split kun je zaken instellen wanneer je bijvoorbeeld pagina's hebt of data die afhankelijk zijn van een bepaalde cookie of afhankelijk van een bepaalde sessie variabele. Nou, ik ga hier nu verder niks mee regelen. Wat wel een mooie optie is, is deze JSS en CSS integration. Stel je voor dat jij voor je website de JCH Optimize of de Script Merge plugin gebruikt. Die hebben ook een caching systeemje aan boord. Je zou JotCache kunnen integreren met die plugins. Tot slot zie je de optie Security. Daar kun je nog een URL-filter aanzetten. En het URL-filter blokkeert verdachte URL-verzoeken. Wat sommige hackers proberen te doen, is heel veel willekeurige URL's op je website bevragen om te kijken wat bestaat en wat niet bestaat en hoe ze 404 errors kunnen krijgen. Nou, dat soort foutieve URL's wil je natuurlijk niet in je cache hebben. Wanneer het URL-filter aanzet, dan voorkom je dat. Oké, dit zijn de instellingen van de plugins. Ik klik nu op opslaan en sluiten. En ik ga dan even hier de zoekterm cache wissen, zodat ik alle plugins weer ziet. Want één ding is nog heel belangrijk bij die JotCache plugin. Hij moet van de systeemplugins de meest of de onderste plugin zijn. Dus hij moet het laatst geladen worden. Ik ga dus in mijn pluginbeheerscherm naar zoekmiddelen en bij selecteer type kies ik voor het type systeem, zodat ik alleen de systeemplugins zie. En ik zal hier bij het aantal te tonen items even alle selecteren, dan zie ik alle systeemplugins in dit scherm. En dan scroll naar beneden om te kijken of de JotCache plugin inderdaad de meest of de onderste plugin is. Systeemplugin. En dat is zo. En zou dat niet zo zijn, dan zou ik hem nog naar de juiste plek kunnen slepen. En je ziet hier voor al die plugins, zie je
van die icoontjes van die drie blokjes boven elkaar. Dat zijn sleephendels. Als je op de klompkop klikt, dus die twee driehoekjes naar boven en naar beneden, dan worden die grijze blokjes zwart. En dan kun je slepen met plugins. En ik zou dan de Jotcache plugin naar onderen kunnen slepen als die nog niet helemaal onderin stond. Maar goed, hij stond al onderin, dus dat is mooi. Gaan we nu eens kijken naar het Jotcache component. Dus ik ga naar componenten en daar zie je ook Jotcache staan. En daar vind je dus het component Jotcache. Nou, op dit moment bevinden zich geen gecached pagina's in mijn cache. Want hier in op de tab overview zie je alles wat er gecached is op dit moment op jouw website. Nou, als ik eens aan de voorkant van mijn website wat ga rondklikken. Dus ik open mijn blogpagina. Ik open mijn artikel over een Goros bijvoorbeeld. Ik ga weer terug naar de homepagina. Ik ga nog even naar de contactpagina. Die van een andere weergave van het template gebruik maakt. En ik ga weer terug naar de homepagina. En ik zou dan in de Jotcache of het Jotcache component hier op refresh klikken. Dan zie je dat er een aantal zaken verschijnen. De pagina's die je net bezocht hebt, die verschijnen nu in de cache. En dat is prima, want dat is ook exact wat je met caching wilt doen. Nou, ik kan via de knop delete all alle cache bestanden verwijderen. Ik kan ze ook één voor één selecteren en ze dan verwijderen. Wat ook een mooie optie is in Jotcache is deze recache. En als je een wijziging aan jouw website doorvoert, dan moet je eerst alle cache bestanden legen voordat je die wijziging daadwerkelijk ziet aan de frontend van je website. Dat betekent dus ook dat de eerstvolgende persoon die je website bezoekt geen gecachte variant van een pagina krijgt, maar weer de volledige, het volledige plaatje van databasebevragingen, PHP-scripts, etc. op de webserver moet ondergaan. En pas dan wordt er weer een cache bestand aangemaakt. En als ik nu naar de blogpagina ga, naar een artikel. Deze pagina's worden nu niet uit mijn cachebestand of cachegeheugen geladen, maar die worden dus weer gegenereerd. En dat duurt een stukje langer. En je ziet, als ik nu weer op refresh klik, zijn die pagina's weer aanwezig in de cache. En als ik nu de blogpagina open, dan wordt die vanuit cachegeheugen geladen. En je ziet dat het een beetje sneller gaat. Nou, stel je voor dat ik op deze pagina, Goros, effect voor een breder geluid, een nieuwe tekst maak of een nieuw plaatje toevoeg, kortom een wijziging maak. Dan zou ik die kunnen verwijderen naar de cache, zodat die wijziging zichtbaar wordt op mijn website. Wat ik ook kan doen is deze selecteren en dan op recache klikken. Dan wordt deze pagina opnieuw gecached. Dus je krijgt dan dit scherm. Ik klik op start en dan is deze pagina opnieuw gecached. En zijn de meest recente wijzigingen dus ook doorgevoerd in dat cachebestand. Hartstikke mooi. Als je kijkt hier naar de opties in dit component, dan zie je onder overview ook de optie exclude URL. En hier kun je bepaalde pagina's, specifieke pagina's, uitsluiten van caching. Exclude betekent uitsluiten. En je kunt specifieke pagina's uitsluiten van caching. Alleen dat gaat wel lastig, want het gaat echt op componentniveau, en op viewniveau en dan op query parameters. En je moet dan wel precies weten wat je eigenlijk wilt uitsluiten van caching. Maar ik zal je proberen een voorbeeld te laten zien. Stel je voor dat ik deze pagina, Goros effect voor een breder geluid, zou willen uitsluiten van cachen. Nou, dan kan ik dat als volgt doen. Ik ga eerst even naar overview en ik zie dat nu Goros effect voor een breder geluid in de cache staat. Het is van het component com_content en de view is article. Het content ID is 5. Ik kan nu in exclude URL gaan hier naar de optie com_content. Dan typ ik hier in het veld view is article, ampersand, id is 5. Dus view is article, ampersand, id is 5 uit het com_content component. Dit betekent dus dat uit het content component het artikel met het id 5 niet meer gecached gaat worden. Dus uitgesloten wordt van de caching. Nou, ik zal even op opslaan klikken en ik zal dan naar de overview gaan en ik zal even alles verwijderen uit de cache. En dan ga ik eens even opnieuw een aantal pagina's op mijn website openen. Onder andere mijn artikel over de Goros, maar ik zal ook een artikel over een delay openen. Nou, je ziet, ik heb een aantal zaken geopend. Als ik nu in het Jotcache component op refresh klik, dan zie je al die pagina's die ik net geopend heb in de cache verschijnen, behalve de pagina over de Goros. Want die had ik uitgesloten hier
van caching. Dus die, dat artikel, die pagina, die wordt dus niet gecached. Nou, zou ik ook deze delay- en herhalingseffect voor muziek willen uitsluiten van cache. En dan zie ik dat ik weer in het component com_content moet zijn. De view article en het content ID 4 moet ik dan uitsluiten van caching. Dus ik ga even naar exclude URL. Ik ga naar het component com_content toe. En je ziet, ik had al viewers article en ID is 5 uitgesloten van caching. Ik zet er nu een comma achter en ik zet erachter view is article en ID is 4 achter. Dit betekent dus dat naast het artikel met het ID 5 ook het artikel met het ID 4 uitgesloten wordt van caching. Ik zal het opslaan. Ik ga mijn cache nogmaals legen. Dus ik selecteer alle cache items en klik op verwijderen. En ik zal aan de voorkant van mijn website nog eens gaan rondklikken. Dus ik ga naar de blogpagina. Ik open het artikel over de chorus weer. Ik open het artikel over de delay. Ik ga naar de contactpagina. Ik ga terug naar mijn blog. Ik open het artikel over de distortion. En ik ga dan eens kijken wat er dan precies gecached is. Dus in het JotCache component klik ik op refresh. En je ziet dat ondanks dat ik het zowel het chorus als het delay artikel openen, dat ze niet gecached zijn. Van mijn artikelen is alleen distortion, vervorming van je geluid, gecached. En zo zie je dus dat die exclude URL opties prima werken. Nou, voor alle Joomla componenten kun je dus views en specifieke parameters uitsluiten. En zo kun je dus exact bepalen welke pagina's wel en welke pagina's niet gecached worden. Ik haal mijn uitsluiting nu weer weg, dus nu worden al mijn pagina's weer gecached. Belangrijk om nog even te vermelden is het volgende. Ik heb nou hier bij het component com_content mijn uitzonderingen, dus mijn cache-uitsluitingen, verwijderd. Ik moet niet vergeten om nu het vinkje bij com_content uit te zetten. Als je dit aan laat staan, dan wordt alles uit het component com_content uitgesloten van caching. En com_content, dat zijn al jouw categorieën en artikelen en speciale artikelen. Dus als je hier alleen een vinkje neerzet bij com_content en je vult verder in het veld hierachter niks in, er worden al jouw artikelen uitgesloten van caching. Ik kan je dat laten zien. Ik klik op opslaan. En ik zal dan op de tab overview nog even de cache legen. En dan zal ik weer wat gaan rondklikken op mijn website. En dan zal ik je laten zien dat er niks gecached wordt. En ik ga dus naar mijn website toe. Ik open de homepagina. Ik open mijn blogpagina. Ik open een van de artikelen. Etcetera. Als ik terug ga naar JotCache en ik klik op refresh, dan zie je dat de cache leeg is en leeg blijft. Dus als ik het vinkje aan laat staan bij het com_content component, dan wordt niks van het component gecached. Dat geldt ook voor de andere componenten die je ziet staan. Als je alleen het vinkje aanzet en je vult verder geen extra zaken in het veld erachter, dan wordt alles van het component uitgesloten van caching. Op de tab Exclude Location kun je specifieke module posities uitsluiten van caching. En stel je voor dat ik de module positie position 1 uitsluit van caching, dan worden de modules die in die positie staan dus niet gecached. Tot slot komen we op de tab Extra Cache Lifetimes. En deze tab zie je hier staan omdat ik in de JotCache plugin heb aangegeven dat ik voor specifieke pagina's extra cache lifetimes of levensduren wil instellen. Nou, je kunt een vinkje aanzetten en dan kun je in een veld een deel van een pagina opgeven waarvoor je de levensduur van een cachebestand wil groter maken. En dit is wat lastig om in te vullen, want het gaat weer op basis van component, view en ID's. Maar laat ik het proberen aan de hand van een voorbeeld uit te leggen wat je hier zou kunnen invullen. Als ik van mijn website dit artikel, dus deze pagina over de chorus, een langere cache levensduur zou willen geven, dan zou ik het volgende kunnen invullen. Option. En je ziet het staat al, ik heb het al een keer ingevuld, dus ik kan het hier meteen aanklikken. Maar er moet er staan, option is com_content. En view is article en ID is 5. En dit zou je eigenlijk kunnen testen of dit de juiste URI is, dus het juiste gedeelte van de URL. Of de juiste unique resource identifier. Door dit gedeelte, option is com_content en view is article en ID is 5, is achter je websiteadres te zetten. Dus als je naar je websiteadres gaat, je typt daarachter slash index.php. En achter index.php typ je dan een vraagteken en dan hetgeen wat je in de JotCache extensie hebt ingevuld. Dan moet hetzelfde artikel geopend worden. En je ziet, dat is inderdaad het geval.
Mijn Gores artikel wordt hier geopend. En dit is de niet-zoekmachine-vriendelijke URL-variant van dit artikel. Maar dit laatste stuk, options.com/content en viewers article en ID is 5. Dat gebruik je dus om aan te geven dat deze pagina een andere cache-levensduur moet krijgen. En dat vul ik hier dus in. En ik kan dan de cache-levensduur in het veld erachter instellen. Nou, standaard hadden we gezegd van de cache-levensduur is 15 minuten. Hè, dat hadden we in het plugin ingesteld. Maar zou ik voor deze pagina een cache-levensduur van 2 uur bijvoorbeeld willen hebben, dan zou ik hier 120 kunnen invullen. En dan krijgt deze pagina een cache-levensduur van 2 uur. Dat betekent dus dat als er een cache-bestand gemaakt wordt van deze pagina, dat die pas verloopt na 2 uur. Je zult begrijpen dat wanneer jij voor bepaalde pagina's de levensduur van het cache-bestand wilt aanpassen, dat je dan je eigen UriPath hier moet invullen. Hè? Deze UriPath is specifiek voor mijn artikel over de Gores. Maar zou je ook voor een artikelpagina de cache-levensduur willen aanpassen, dan kun je in principe dit stukje code één op één overnemen. Alleen wat je dan moet wijzigen is het ID van het artikel. Kijk in je artikelbeheerscherm of hier op de tab Overview en naar het ID van het betreffende artikel. En dan kun je dat ID gebruiken in het stukje code. Het stukje code is er nu weer weggevallen, zie ik. Ik had het niet opgeslagen. Maar dan kun je dus dat ID gebruiken in deze regel. In mijn geval is het ID 5. Is jouw artikel waarvan je de cache-levensduur wilt aanpassen, heeft die ID 23. Dan maak je er dus zo 23 van. Maar je ziet dus, alles samengevat, dat deze Jotcache-extensie een stuk meer mogelijkheden biedt ten aanzien van caching. Maar wat ik ook al zei aan het begin van deze video, voor verder de meeste mensen is het standaard caching systeem van Joomla prima. Heb je toch die geavanceerde functies nodig die je in Jotcache vindt, dan is het zeker de moeite waard om eens met deze extensie te gaan experimenteren. Ik wil je voor nu heel hartelijk danken voor het kijken naar deze video.